diverse STOA-onderzoeken weer wat breder bekend te maken. En we hopen dit ook te koppelen aan de ervaringen in de praktijk. Wat wordt er nu uiteindelijk in de praktijk met al die mooie onderzoeken gedaan? Dit is een tweede webinar in een serie van 4 en het gaat over slipontwatering. Slipontwatering is ontzettend belangrijk en ik hoop dat we vanmiddag ook met z'n allen ook kunnen constateren. Het gaat over het gebruik van hulpstoffen die een enorme CO2-footprint ook hebben. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de afzetkosten van het ontwaterde slip. We hebben veel aanmeldingen en ik hoop dat we met z'n allen een mooie bijeenkomst kunnen hebben. Wat ik al zei, van dit is een webinar uit de serie van 4. Op 8 december vorig jaar hebben we het over de TDH's gehad, over het functioneren daarvan. En vandaag hebben we het dus over slipontwatering. De volgende op 9 maart gaat over allerlei innovaties in het slipverwerking. En de laatste webinar gaat over de slip-eindverwerking. En die is gepland op 13 april. Het is maar alvast dat jullie die data weten en vast kunnen noteren in de agenda's. Voor deze middag heb ik wederom Merle de Kruik gevraagd om als dagvoorzitter op te treden. Om ons door deze middag heen te leiden met diverse presentaties, filmpjes, Q&A's, van alles en nog wat, een afwisselend programma. En Merle is professor Environmental Technology aan de TU Delft. Merle, wij kennen elkaar al geruime tijd. Nereda is volgens mij ons ding waarmee we met elkaar zijn gaan samenwerken. En nou, Nereda is van klein tot een volwassen technologie gegroeid. Hier door deze middag heen leiden. Ja, graag. Hartstikke leuk. En ik vind het super dat ik weer gevraagd ben. Want ja, ik leef met slip ondertussen. Van korrelslip tot heel vlokkig slip. Inderdaad, ik denk dat we bijna ons 10-jarig jubileum kunnen gaan vieren, Cora. Dus dat moeten we maar eens gaan kijken. Nou, allemaal hier aan de slee hebben ingeruild voor dit webinar. Ik zou het niet samen combineren, want dat gaat natuurlijk mis. Maar nou, fijn dat jullie voor het scherm willen zitten. En ik hoop dat we een mooie middag kunnen brengen voor jullie. Ik wil graag beginnen met wat huishoudelijke mededelingen. Voor de critici onder jullie alvast, we hebben het vandaag gezelschap. Deze webinar wordt opgenomen, dus als je daar niet mee eens bent en je voelt je daar ongemakkelijk mee, dan moet je nu uitloggen en hem later terugkijken. Mis je wel de kans om vragen te stellen via onze Q&A, want dat is heel belangrijk. We willen graag dat jullie goed meedoen. Dus ja, vragen vanuit de virtuele zaal worden gesteld via die Q&A. En af en toe zal ik mijn bevallige assistent Leon Korving vragen. Nu niet aan tafel zoals de vorige keer. Hartstikke jammer, maar wel zo veilig gezien de corona-ontwikkelingen en de gladheid. Dus deze keer allemaal vanuit thuis. We hebben 5 sprekers met presentaties en filmpjes in 2 blokken die iets vertellen rondom hun ervaringen met slipontwatering en polyelektrolyten. En tot slot geeft Cora een overzicht van de verschillende studies die STOA heeft gedaan en wat er nog in de pijplijn zit. Ja, we hebben ook alweer een Mentimeter, dus af en toe een vraag of stelling voor jullie. En ik ben heel benieuwd naar wat jullie denken over slip en slipontwatering. Dus we gaan meteen oefenen met 2 vragen. Cora steekt haar vinger al op. Cora. Ja, omdat je daar kan je zien waar je mee in kan loggen. De code waarmee... Deze andere kant, ja. Maar mijn arm valt weg. Oh, dat zat leuk met de achtergrond. Ja.
Maar je ziet het op www.menti.com en de code is 86 72 11 3. En dan zou, als het goed is, de eerste vraag moeten verschijnen. En daar komt die al. Bij wat voor organisatie werk je? Voor jou is dat natuurlijk anders, Merle. Anders, adviesbureau of onderzoek. Ja, ik zou mezelf onder onderzoek kunnen, oh ja, kunnen scharen, maar dan wordt het vrij belangrijke onderwijsdeel wordt even vergeten. Ja, ik zie niks meer. Ja, hij verschuift nog een beetje. Mensen moeten natuurlijk even de tijd krijgen om in te loggen. Nou, in ieder geval veel waterschappers. Ja. En dat is ook goed, want dat is in ieder geval de primaire doelgroep ook van STOA, om waterschappers te informeren over de ontwikkelingen. Dus daar ben ik blij mee. Ik zie wel dat we 108 deelnemers hebben. En als ik dit heel snel optel, komen we nog lang niet aan 108. Dus jullie hebben nog even de kans om mee te doen. Het is ook een lange code om in te typen, dus ik kan me voorstellen. Maar ik geloof niet dat het beeld nog heel erg gaat verschuiven. Hoewel anders wordt groter, maar waterschappers nu ook. Want het lijkt wel de uitslagen van het Songfestival. Spanning hoe dit verder zal gaan. Nou, ik denk dat we hem zo laten. Het is wel duidelijk het beeld. We hebben veel waterschappers. We hebben ook wat leveranciers van apparaten en van PE. Dus ik ben ook heel benieuwd naar jullie vragen en opmerkingen in de Q&A. En ja, nog steeds anders mensen. Dus ook daar ben ik benieuwd naar. Hoe anders ben je? Zullen we doorgaan naar de volgende vraag? Wat is jouw associatie bij SLIP? En ik ben heel benieuwd wat het eerste woord is dat gaat verschijnen. Of dat dit ook real, of de vies, maar gelukkig ook grondstoffen en wordt vies al steeds kleiner. Ik moet wel zeggen dat bij ons op de binnen de afdeling hebben we natuurlijk de drinkwatermensen en ik sta helemaal aan de andere kant met afvalwater en primair slip en secundair slip. En inderdaad, mijn collega's vinden mij vies daarmee. Dus dat die als eerste kwam. Maar energie en grondstoffen, daar denken toch wel de meeste mensen aan. Grondstoffen en grondstof, dus die moeten we bij elkaar optellen. Ja. En zo zie ik ook af en toe vuur en stank ook voorbij komen, niet zo vaak. Maar dat sluit ook wel aan bij vies. Ja. Nee, dat vind ik ook meer. Levende haven, ja, dat is wel zo. Hè. Dat vind ik ook het fascinerende aan slip. Er zit zoveel in. Harde werkers, ja, maar dat klopt ook. Als je met slip moet werken, dan ben je een harde werker. Of de harde werkers is het slip zelf, dat kan ook, omdat ze alles opbrengen. Zo zou ik hem associëren, zou ik hem oppakken. Ja. Zonder slip geen afvalwaterzuivering. Zeker. Nou, volgens mij is hem dit, Merle. Ja. Nou, mooi. Maak er een screenshot van. En dan kunnen we... Oh, maar even wachten tot hij stil staat. En ik denk dat een hele mooie... Mooi overzicht is hoe iedereen over slip denkt. Nou, daarmee geoefend hebbend. Cora, zullen we maar gaan zetten? Ja, want we hebben best een mooi programma. 2 uur durend. Dus laten we maar aan de slag gaan. Goed zo, we lopen al 1 minuut voor op tijd. Dat is mooi. Ik wil eerst van harte Wilbert Oldvoort aan jullie introduceren. Hij is een senior specialist zuiveringsbeheer van Waterschap Rijn en IJssel. En hij zit hier in een rol als vertegenwoordiger vanuit de Vereniging van Zuiveringsbeheerders. Wilbert heeft eigenlijk een haat-liefdeverhouding met slip. Hij vindt het een hele grote kostenpost voor de waterschappen, maar ook een bron van kansen voor de circulaire economie. Eigenlijk hetzelfde als we in dat woording zagen. Als bedrijfskundige houdt hij zich daarom dagelijks bezig met mooie projecten om het slip te gaan verwaarden. Ontwateren speelt daarbij een rol en ook de kosten en werking van het polyelektrolyt.
waarover hij jullie nu meer zal gaan vertellen. Wilbert, ga je gang. Ja, dat doe ik graag. Ik ben nu bezig met mijn scherm te delen. Ja, en het is gelukt. Heel goed. Daar zagen jullie net de Achterhoekse bergen. Ja, fijn dat ik iets kan vertellen over, over slip en over polyelektrolyt. Je raakt er niet van uitgepraat. Dus ik het zal een hele opgave worden om het kort te houden. Allereerst, ja, dat slip. Dat is een enorme bergslip wat we hebben in Nederland. Zo'n 1,5 miljoen ton slip per jaar. En als je dat nou eens uitzet in een vrachtwagen van 10 kuub container. En je zet al die vrachtwagentjes achter elkaar. Dan kan je een polonaise maken van Maastricht via Terneuzen naar Den Helder. Naar Groningen en weer terug naar Maastricht. Dat is een indrukwekkende file, denk ik. We zien dat de slipproductie de afgelopen jaren een klein beetje is gedaald. We zien ook dat we per IE steeds minder slip produceren. Dat is op zich goed nieuws. In dit plaatje heb ik laten zien wat de ontwikkelingen zijn van de hoeveelheid polyelektrolyt die we gebruiken in de slipontwatering. En daar zie je een opvallende stijging in de hoeveelheden. Je ziet in 2006, 2009 naar 2012 een enorme sprong in hoeveelheid PE wat we gebruiken. En tegelijkertijd zien we dat het droge stofgehalte flink aan het, of dat die aan het dalen is. Dat is natuurlijk slecht nieuws. Daarnaast zien we dat PE een substantiële kostenpost is voor de waterschappen. En al die zaken waren reden voor de Vereniging van Zuiveringsbeheerders, de VVZB, om in 2013 het PE-verbruik als speerpunt op te nemen in de benchmark, in de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer. Naast dat het een enorme kostenpost is, draagt het ook substantieel bij aan de CO2-emissie, het PE-verbruik. En Meinke Schouten die gaat daar straks verder op in. Zoals gezegd, de VVZB die richtte de werkgroep Poly Minder op. En Poly Minder die kreeg de vraag mee, hoe kunnen we de verhouding tussen de kosten, duurzaamheid en prestaties verbeteren? Nou, de werkgroep Polyminder die is in 2013 enthousiast aan de slag gegaan en heeft een aantal keren terugkoppelingen gedaan aan de Vereniging van Zuiveringsbeheerders. En hier heb ik even een overzicht gemaakt van de belangrijkste resultaten van de afgelopen jaren. En deze producten die zijn ook allemaal via de leden van de VVZB verspreid onder de zuiveringsbeheerders. En op die manier kun je ook terecht bij de producten. De werkgroep Polyminder heeft een boel uitgezocht en de laatste jaren richt het zich voornamelijk of eigenlijk uitsluitend op de PE-karakterisering. De vraag die gesteld is, is het mogelijk om PE-kwaliteit te meten? En daarvoor is begonnen met een STOA-onderzoek op labschaal. En uit dat STOA-onderzoek bleek dat er veel parameters waren, veel componenten waren die PE karakteriseerden. Maar vier daarvan zijn het meest zwaarwegend. En deze vier dat zijn oliegehalte, het gehalte actief materiaal, de viscositeit en de verhouding tussen koolstof, stikstof en waterstof. Nou, dat rapport is door de STOA opgeleverd, hebben we meegenomen naar de Vereniging van Zuiveringsbeheerders. En die waren enthousiast over het resultaat. En daarom is er in maart 2018 het advies overgenomen om een aanbesteding te houden om een laboratorium te zoeken die deze componenten kan gaan analyseren. Daarbij gaven de leden van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders deden de toezegging om jaarlijks minimaal 500 monsters
te laten analyseren gedurende een periode van 3 jaar. En deze aanbesteding lukte. En vanaf medio 2019 is Intertek uit Geleen het laboratorium waar we de monsters laten analyseren. En Intertek kreeg 2 opdrachten mee. 1. Ontwikkel een accrediteerbare meetmethode. Die accreditatie is nu bijna rond op HNA. En 2. Analyseer jaarlijks 500 monsters waarmee we kunnen gaan leren over de kwaliteit van PE. Nou, daar zijn we op dit moment mee bezig. En de database die laat zich nu vullen met gegevens van al die monsters. Ja, waar kunnen we nou die meetmethode voor gebruiken? In hoofdlijn zijn dat 3 opties. Ik denk dat er nog wel meer zijn, maar dit zijn de belangrijkste. Allereerst kan het een hulpmiddel zijn bij een eventuele voorselectie van polyelektrolyt. Er zijn verschrikkelijk veel PE-typen. Er zijn 6 actieve leveranciers in Nederland voor de communale markt. Maar dat maakt dat er veel combinaties zijn. Als we een mooi landschap hebben van PE-karakterisering, zou je daar sneller in kunnen voorselecteren. Het tweede optie is dat we PE kunnen gaan beoordelen bij het inzetten van een mini-competitie. We zouden er een foto van kunnen maken vlak nadat een mini-competitie gewonnen is. En dat kan dan, en dat is dan de derde optie, als hulpmiddel dienen bij de beoordeling van de resultaten in het gebruik. Met andere woorden, is de kwaliteit die ingezet is bij een mini-competitie dezelfde, is die karakterisering dezelfde als de leveringen van bulk. Wat belangrijk is voor deze meetmethode is dat we voldoende metingen doen. Op dit moment hebben we zo'n 300 metingen in 2020 gedaan. Dat blijft dus achter bij de doelstelling van 500. En dat is jammer omdat we daarmee nog niet voldoende metingen hebben om het totale spectrum te kunnen beoordelen. Zoals ik al zei, we hebben nu ruim 300 monsters geanalyseerd. En er zijn een aantal waterschappen die de toezeggingen nog niet nakomen. En met die waterschappen, daar hebben we onderlinge contacten over om dat op orde te krijgen. En we hopen dat we de achterstand in 2021 en 2022 inhalen. We zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van de bedrijfsvoering. Want in de bedrijfsvoering, daar worden de monsters genomen. En dat is de bron van alle karakterisering. Ja, enkele conclusies uit de analyse van de 300 monsters, wat we nu zien. Wat we zien is dat er op dit moment 27 verschillende types worden toegepast, worden gekarakteriseerd. En dat is best pluriform. En de vraag is dat deze verscheidenheid goed is of dat dat een schijnverscheidenheid is. Of het misschien niet eens zo verscheiden is, maar dat verschillende types zijn die misschien toch hetzelfde zijn. Een aantal typen PE die lijken sterk op elkaar. Wat we willen gaan doen is in de praktijk gaan kijken bij de bedrijfsvoering of de verschillende typen ook verschillende effecten hebben in de slipontwatering. Van 14 typen PE zien we significante verschillen tussen de typen. Wat we ook zien is dat die 14 typen zich niet verschillend karakteriseren, maar dat er ook opvallende afwijkingen zijn binnen 1 type. En bij plekken waar zich dat nu voor heeft gedaan, gaan we achteraf analyseren. We willen daarin eigenlijk sneller opereren, dus we willen toe naar een piepsysteem. Of andersom, als er een afwijking is in de bedrijfsvoering, wil je eigenlijk wel graag een berichtje hebben naar Intertek om te kijken of daar ook verschillen, ook daadwerkelijke verschillen zijn. Nu loopt mijn dia vast. Ik had nog een paar plaatjes van metingen in het lab willen laten zien. Ja, daar komen ze aan. Dat is te snel. Even terug. Ja,
Wat we hier zien is een plaatje uit het laboratorium van Intertek. PE lost niet op in aceton, olie lost wel op in aceton. En dat betekent dat PE precipiteert op het moment dat je het mengt met olie. Dat is wat je hier ziet, dat geeft slierten. Deze PE, deze ruwe PE, die gaan we drogen. En die gaan we analyseren in een apparaat waarmee je koolstof, waterstof en stikstof analyseert. Je ziet hier een draaiend filmpje. En dit is de viscositeitsmeter. Dus daar waar ik gewend ben op de zuivering, dat we enorme grote apparaten hebben, hier wordt dat zuivere PE gemeten. En rechts zie je een plaatje met het apparaat waarin oliegehalte in aceton terug wordt gemeten. Daarmee ben ik aan het eind van mijn presentatie. Dankjewel Wilbert. Interessant. En ik ben benieuwd naar al die andere metingen of daar dan nog wat meer, of er meer kennis uit gaat komen of niet. Dankjewel. We gaan meteen door naar de volgende presentatie op dit moment. En mensen thuis, post de vragen voor Wilbert in de Q&A, hè, zodat we die aan het eind van dit blokje kunnen gaan behandelen. We gaan nu verder met Meinke Schouten. Zij is beleidsadviseur circulaire economie, duurzame GWW en MWI bij de Unie van Waterschappen. Ze is trekker van de Bayer Group Polymeren, die zich bezighoudt met aanbesteding van duurzame polymeren. Meinke zit nu een paar jaar in het slip, zo gezegd, en ze ziet vooral kansen en bedreigingen om slip duurzaam in te zetten in de circulaire economie. En binnen deze duurzaamheidsambitie heeft ze meegewerkt aan het ontwikkelen van een tendertool om de markt te stimuleren om een kleinere CO2-voetafdruk achter te laten wanneer de waterzuiveraars ook dat PE gebruiken. Meinke, ik ben heel benieuwd wat je ons daar meer over kunt vertellen. Nou, dankjewel Merle. Ik ga nu mijn presentatie erbij pakken. Als het goed is zien jullie nu mijn presentatie. Waardeer CO2. Daar gaat eigenlijk dit verhaal over. En dat waarderen gaat eigenlijk van biopolymeren tot polyminderen. Presentatie gaat over. Ik wil eerst eigenlijk in kaart brengen wat voor jullie aangeven wat de impact van polymeren zijn op het gebied van CO2. Dat er alternatieven beschikbaar zijn. Wat meer vertellen over de Bayer Group en wat dat is. En de CE Tender Tool. Wat Wilbert net ook al zei, de polymeren dragen eigenlijk steeds significanter bij aan de CO2-uitstoot van de waterschappen. We doen al vanuit de Unie al jaren, we hebben een klimaatmonitor die we uitrollen over de waterschappen waar jullie data voor aanleveren. En wat je eigenlijk uit de laatste klimaatmonitor naar voren ziet komen, dat ondertussen voor het zuiveringsmeren dan metaal, zout en polymeren bij elkaar, dat de CO2-voetafdruk 26% is van de gehele afdruk van de waterschappen. Het absolute waarde die eraan gekoppeld is, is ongeveer gelijk gebleven. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen echte CO2-reductie heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren rondom metaal, zout en polymeren. Maar de andere factoren zijn gewoon flink gedaald. Dus het wordt steeds opvallender dat eigenlijk er hier best wel forse CO2-uitstoot aanwezig is bij de productie van polymeren en metaalzout. En van deze 60% kan ik je ook vertellen dat juist polymeren de belangrijkste onderdeel ervan uitmaakt. Hoeveel dat exact is, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ondertussen heeft in 2016 natuurlijk de STOA al een onderzoek gedaan, dat weten jullie beter dan ik, naar alternatieven. En de conclusie was eigenlijk dat die wel beschikbaar zijn. Er zou zeker meer onderzoek naar moeten plaatsvinden of die polymeren dan ook echt beschikbaar goed werken in de afvalzuiveringsproces. Maar omdat we er eigenlijk nooit om vragen als waterschappen, is er ook bij de producenten en ook de leveranciers niet echt veel aandacht om daar flink op in te zetten. Dus ja, het is een beetje een soort van, als er geen vraag is, dan is er ook geen aanbod. Zolang er geen aanbod is, vinden we het ook lastig om te vragen. Dus om daar uit te komen, is het natuurlijk van belang om daarin innovaties te stimuleren. Een van de belangrijkste zaken die we daarop concludeerden, was eigenlijk van,
Wat we eigenlijk willen zien is dat je dus dat polyminderen hebt, hè, van de, waar we net over hadden, of de inkoop van biopolymeren. Als die combinatie met elkaar kan zorgen voor een CO2-reductie in het proces, waarbij we bijvoorbeeld een CO2-tool kunnen inzetten om te kijken hoe ver die CO2-reductie daadwerkelijk plaatsvindt bij die producten. Dus we hebben gevraagd om die CO2-tool te ontwikkelen en ons daarbij te helpen in het aanbestedingsproces om te kijken van ja, hoe zit het eigenlijk met de CO2-voetafdruk als we polymeren inkopen. Om die CO2-tool te ontwikkelen en uiteindelijk ook te gaan toetsen, hebben we een zogenaamde buyergroup ingesteld. En een buyergroup is een groep van publieke opdrachtgevers die gezamenlijk met elkaar daarover ideeën uitwisselt en met elkaar onderzoekt wat daarin mogelijk is. Je ziet hier een foto van onze buyergroup bijeenkomst. Het is digitaal. We zijn echt wel live begonnen, maar afgelopen jaar, zo erg is het ook weer niet. Maar hebben we natuurlijk vooral digitaal met elkaar gecommuniceerd. En we werken eigenlijk met twee ringen. De binnenring, dat is echt een groep waterschappen die heeft gezegd, nou, we willen echt al met de tool gaan toetsen. We willen zelf ook bijdragen aan dat traject. En dat is eigenlijk lijstje waterschappen aan de linkerkant. Dat zijn 7 waterschappen. En daarnaast hebben we ook steeds meer waterschappen aangegeven van, hey, dat is interessant. We willen eigenlijk wel meer daarvan horen en daar betrokken zijn. Dat zijn de, 8 waterschappen aan de rechterkant. Of zeg ik dat goed? Ja, zoiets. Dat betekent dat we toch met elkaar behoorlijke groepen hebben die actief betrokken is bij deze ontwikkeling van de CO2-tool. En dat doen we door ongeveer eens in de 6 weken komen we digitaal bij elkaar. En dan gaan we stap voor stap, maken we stap voor stap kennis met die tool. En ook gaan we verder in het toepassen daarvan. We hebben ook in kaart gebracht wat dan de aanbieders zijn. Dat is voor jullie allemaal niet onbekend, maar die heb ik toch nog even op een rijtje gezet. En zover ik heb gezien zijn ook in ieder geval wat leveranciers en aanbieders vandaag aanwezig. Hartstikke fijn. En ik denk dat als het goed is voor hen dit ook niet heel nieuws is, want we hebben hen ook al brieven gestuurd. En ik weet dat er ook al gesprekken hebben plaatsgevonden door CE Delft, de ontwikkelaar van dit tool, net de leveranciers over hoe dit werkt en hoe ze daarin bij kunnen dragen. Nou, wat is eigenlijk het principe? De levenscyclusanalyse vormt de basis voor die CO2-tool. Dus wat we eigenlijk doen is, wat we willen kijken is, hoe ziet eigenlijk een milieu-impact eruit van specifiek de CO2-uitstoot van een polymeer gedurende de hele levensduur. En hier krijgen we ook heel vaak vragen over, want die zeggen, zeggen de mensen, het is leuk als jij puur kijkt naar het productieproces, maar straks als we hebben een hele mooie, hele CO2-vriendelijke polymeer zetten we in, maar dan blijkt je op onze zuivering er zo bij te dragen aan een lage droogstofgehalte of een andere factor, waardoor de energieverbruik of CO2-uitstoot in het verbruikfase straks omhoog gaat, dan winnen we er niks mee. Nou, de essentie van deze LCA, van deze tool, is dat we juist ook vanaf echt begin tot eind, vanaf het hele proces in kaart brengen en daar de CO2-uitstoot van bepalen. Dus niet alleen van de productie en niet alleen bijvoorbeeld van het eindproduct, op het moment dat je aan het eind van je proces bent, maar echt van de hele levensduur. Dus dat is eigenlijk een belangrijk element erin. En wat we ook daarin hoor ik ook heel vaak, maar dan is het product wat van het verst wegkomt, is dan dat verliest altijd. Nou, daar kijken we natuurlijk ook naar. Dat het niet alleen aan transport kan liggen waarom dat een product het wel of niet goed zou scoren. Er zijn meerdere factoren die daar een rol in spelen. Het doel van deze CE-tender-tool is dus dat we uiteindelijk een carbon footprint van de huidige productie in kaart brengen. Van productie tot en met dus echt verbruik.
Die carbon footprints kunnen we meewegen in aanbestedingen en keuzes. En we maken daarin een splitsing tussen leveranciers en producenten. En dat ziet er zo uit zoals jullie nu op het scherm zien. En ik zie dat ik richting afronding ga, maar dat ben ik ook zo weet. De markt is betrokken, dus als het goed is zie ik partijen zoals Brentag en Kemira, die zouden erbij zijn vandaag. Als het goed is hebben jullie daar ook al contact over gehad. We willen graag met jullie testen en invullen of het werkt en inzicht krijgen in de carbon footprints. En nu? Dit is eigenlijk mijn laatste sheet. Wat gaan we nu verder doen? We gaan eigenlijk met elkaar een CO2-prijs bepalen. Hoeveel mag nou een ton CO2 kosten bij polymeren? Hoe gaan we dat onderscheid ontwikkelen? We willen aan de gang met een DAS. Ik zag ook net bij Wilbert dat jullie daar vaker mee bezig zijn geweest. Maar dat is echt de bedoeling. Omdat het meer ruimte biedt voor nieuwe partijen om ook andere producten. Of voor bestaande partijen ook, maar om andere producten in te brengen. De tool testen en toepassing aanbestedingen, die zijn onderweg. En zodra we dat een paar keer hebben getest en toegepast, willen we de tool ook afronden en handreikingen publiceren. Dus dat was kort mijn verhaal over de CE-Tender tool in een vogelvlucht. Dankjewel, Mijnke. Mooie ontwikkeling ook weer, dat er ook naar CO2-footprint gekeken wordt als tool. We gaan een vraag weer proberen te beantwoorden. Die gaat met de Mentimeter, dus die kant. Ik vind het heel moeilijk om het aan te wijzen in mijn schermpje, merk ik. De volgende vraag is, de CO2-impact van het PE-gebruik kunnen we het beste reduceren door leveranciers van PE te stimuleren om hun CO2-voetafdruk te verlagen, minder slip produceren via verdergaande afbraak, ontwikkeling van geheel nieuwe ontwateringsmethoden, grondstoffen uit slip te gaan winnen, of ik kan niet kiezen. En dat kan natuurlijk ook. En dan ben je het of helemaal niet mee eens, of je weet het gewoon niet. Wat een leuke visualisatie met die balletjes. Ja, en daar hebben er al bijna 50 de Mentimeter nu ingevuld. Dus dat gaat goed. Dit gaat goed. Jongens, jullie doen allemaal goed. En meisjes, jullie doen allemaal goed mee. Mijn studenten kunnen wat van jullie leren. Maar ik moet zeggen dat de resultaten best wel verdeeld zijn over de antwoorden. Eigenlijk gaan ze heel gelijkwaardig op. En eigenlijk, als je ik kan niet kiezen erbij neemt, dat blijkt dat eigenlijk dat over het algemeen kiezen inderdaad moeilijk is, want alles lijkt belangrijk. Ja, dus het is eigenlijk allemaal waar, zou je hieruit af kunnen leiden. Ja, nou, soms moet je wel keuzes te kunnen maken, hè, waar je op inzet. Ook met onderzoek van waar zet je op in, dan is het wel fijn om aan aanleidingen te hebben die belangrijker zijn. Ik denk dat iedereen gestemd heeft. Nou, hartstikke mooi, goed beeld. En ja, dan moesten we maar eens gaan kiezen. Mijnke en Wilbert, komen jullie erbij? Kunnen jullie gaan helpen in die keuzes? We hebben een aantal vragen voor jullie voorbereid. En ik zie dat de Q&A ook al rode balletjes heeft. Nou, mensen stelden vragen nog steeds in de Q&A. En we gaan eerst eens hier aan tafel discussiëren met Mijnke en Wilbert. Mijnke, is CO2 eigenlijk wel een goede indicator voor de milieu-impact van PE? En wat vindt Wilbert daarvan? Het is een dubbele vraag volgens mij. Nou ja, kijk, wat ik iedere keer weer zeg, het allerbeste indicator als je met PE aan de gang bent, is dat je uiteindelijk een goed zuiveringsresultaat haalt. En ook met de slip dat gewoon uiteindelijk het juiste droogstofgehalte heeft. Daar haal je de meeste winst mee. Daarentegen denk ik dat het heel belangrijk is, zeker gezien de toekomst, dat we uiteindelijk gaan we echt richting een CO2-arm of een CO2-neutrale maatschappij toe. En dat betekent dat het niet anders kan dat je hier in ieder geval stappen in gaat zetten om hiermee aan de slag te gaan. En mooi om te zien dat die uitspraken verdeeld waren over drie bolletjes. Ik zag drie hele pregnante naar voren komen. En ik denk dat dat ook heel herkenbaar is. Ik denk dat je aan alles wil sleutelen. Alleen sommige dingen kan je op korte termijn al doen. Dan hoef je dat zonder dat je een heel nieuw de zuiveringsproces heel anders inricht. En sommige kosten wat meer tijd. En dat betekent dat je daar uiteindelijk zeker niet
moet laten. Alleen die tijd moet je dan ook nemen om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat het een fantastisch mooie eerste stap is om met de CO2-footprint aan de gang te gaan. En dat wordt ook gevoed door, wat jij al zei, de klimaatmonitor. Hè? Van 5 jaar geleden, nou, dan was het nog allemaal heel bijzonder om over CO2 te praten, maar dat is inmiddels echt veranderd. Dus in die zin denk ik dat de tijd er ook wel rijp is om ook bij aanbestedingen om hier meer aandacht aan te besteden. Ja, dat klopt helemaal. Ik ben het helemaal met jullie eens. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je niet doet aan suboptimalisatie. Dat je dus kijkt naar PE, heel erg smal gaat kijken. Nou, kijk of we daar de minste CO2 kunnen uitstoten, maar dat we het integraal gaan bekijken. En voor mij staat 1 ding onopstotelijk vast. PE komt nu overwegend uit fossiele grondstof en daar moeten we vanaf. Alleen we kunnen nu niet ontwateren zonder PE, dus we zullen iets moeten gaan doen aan de ontwatering. Dus onze kijk op slip zal echt de komende jaren anders moeten worden. En als je nu die karakterisering wil waar het uitzicht zet tegen de CO2-uitstoot van de PE, zie je daar een verhouding? Ja, wat je zou kunnen doen is, maar dan zoom je dus in op het PE. Wat je zou kunnen doen is kijken naar, we weten de verhouding tussen koolstof, stikstof en waterstof. Daar zou je iets kunnen gaan doen om te kijken of je met minder koolstof meer effect zou kunnen bereiken. Maar ik vind hem wel een beetje ver gezocht. Met de PE-karakterisering denk ik dat je vooral een optimalere match kunt maken tussen slip en PE. En dus als je dan op korte termijn iets wilt doen, dan zou juist die betere match een lagere CO2-uitstoot gaan leveren. En de match met de biopolymeren, zou dat vergelijkbaar zijn of moet je dan weer opnieuw beginnen? Ja, biopolymeren, die kunnen we nog niet heel erg goed toepassen in de slipontwatering zelf. Een klein beetje op indikking. En je moet ook wel je realiseren op biopolymeren. Dat is natuurlijk ook koolstof. Je blijft de CO2 uitstoten, ook al is het een kort cyclus. Maar de opwarming van de aarde die trekt zich eigenlijk niet zoveel aan van het feit of het kort cyclus is of lang cyclus. Dus daar kan je denk ik wel mee. Heel belangrijk is naar het PE en de karakterisering, maar ook naar de karakterisering van slip. Nou, daar komt dan binnenkort een STOA-onderzoek van, hè. Die gaat met de corona is dat wat uitgesteld, maar dat komt binnenkort van de grond. En die is reuze interessant. En ik denk dat je daar meer CO2 kan gaan winnen. Ben je daarmee eens, Menke? Ja en nee. Nou ja, zoals ik al zei, hè, ik denk dat er zeker, als je ziet ook waarop ingezet wordt, dat uiteindelijk er veel meer maatregelen mogelijk zijn door op een hele andere manier naar je hele slipproces te kijken. Dus in die zin, daar helemaal mee eens. Over het kortcyclus versus langcyclus. Kijk, op het moment dat je met biopolymeren aan de gang gaat, vaak wordt dat gebruikt voor restafval, biomassa. Die biomassa was er toch, die was gerold en die had ook zijn CO2 uitgestoten. Dus waar die dat dan uitstoot, dat maakt in die zin iets minder uit. Het is natuurlijk wel zo dat het beter zou zijn als die rot en we op een of andere manier natuurlijk die hele CO2 gewoon blijven vasthouden, zo lang mogelijk in de hele levensduur. Dus in die zin mee eens. En alle oplossingen die ervoor zorgen dat er geen uitstoot is, 0,0. Dus daar sluit ik natuurlijk bij aan. Ja, en nog beter is gewoon niet gebruiken. Niet gebruiken, daar ben ik wel mee eens. Je moet alles meer gebruiken, compleet circulair. Geen slip produceren, bedoel je dat? Ja, dat zeker, ja. Ja, dat is een spannende. 2050, hè? Ja, maar toen wij 10 jaar geleden begonnen aan PE-karakterisering, toen zei iedereen, die zei, dat kan niet. Nee, dat lukt je nooit, dat gaat niet. Nou, we zijn toch een heel eind op weg. Dus als we met z'n allen willen, dan kunnen we heel veel, denk ik, in Nederland. Nou, met deze mooie uitsmijter wil ik even naar Leon. Wat gebeurt er op de Q&A? Nou, er wordt heel veel gebruik gemaakt van de Q&A, dus heel goed. Misschien nog een tip voor de mensen dat het handig is om misschien duimpjes te doen bij de vragen die je aanraadt, zodat die vraag ook wat hoger komt in de Q&A. Er zijn allereerst wat vragen aan Wilbert, met name over die slipproductiecijfers die je liet zien, Wilbert. Dat waren cijfers over het ontwaterde slip, hè, die specifieke, ja, P
PE-productie. Het gaat over ontwaterd slip. En dit zijn de cijfers die in de benchmark worden verzameld. Dus in de, vanuit het bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer. En er is ook een opmerking over de bepaling van de ontwateringsresultaat. Dat verschillende droogstofanalyses soms ook verschillende getallen geven. Ja, waar je meet, dat is een wetmatigheid. Hè? Als je een medium twee keer meet, krijg je twee verschillende waarden. Dat is statistisch zo. Er is natuurlijk ook nog wel wat meer aan de hand op de plek. En meet je vlak na de ontwatering, heb je dan drie monsters per dag of één monster? Of meet je bij de slip-eindverwerking? Dat levert allemaal verschillen op. Wat wel in deze cijfers wel belangrijk is, is dat de waterschappen deze cijfers hebben aangeleverd en daarbij ook verantwoordelijk zijn voor het consistent aanleveren van de getallen. Dus de afnemende droge stofgehalte, die nemen we niet in twijfel. En een hele praktische vraag, die karakterisering, gebeurt die op het ruwe PE of op het aangemaakte PE? Nee, dat gebeurt op het ruwe PE. Dus de afspraak is op het moment dat er een bulklevering wordt gedaan op een zuivering, dan wordt er een monster genomen. En dat monster wordt klaargezet, zodat Intertek het kan gaan ophalen. Gaat de werkgroep Polyminder ook nog kijken naar de manier van aanmaken op de verschillende locaties? Of dat daar nog iets te behalen valt? We hebben dat al wel onderzocht in het kader van nader onderzoek in de benchmark in 2012 en 2015. Dus dat staat op dit moment even niet op het programma voor Polyminder. Eerst vooral kijken naar de kwaliteit van de PE's. Ja, eerst kijken naar de kwaliteit en de conclusies. En eerst ook zorgen dat we voldoende monsters krijgen. Daarop inhakend, wil het mogen ook andere partijen dan waterschappen monsters aanleveren om te laten karakteriseren? Ja, natuurlijk. Dat zeker. Daar hebben we geen restrictie op gezet. Wat wel belangrijk is, is dat het kationisch PE is. En we kijken vooral nu naar vloeibaar PE. En binnenkort gaan we aan de gang met poeder PE. Er wordt op bepaalde plants in Nederland toch wel substantiële hoeveelheden poeder PE gebruikt. We verwachten dat dat hetzelfde is als vloeibaar. Met dat verschil dat het niet is opgelost in olie. En het is geen emulsie. Maar je hebt dan direct de actieve stof te pakken. Maar dat zoeken we nog uit. Over poeder PE was er ook een vraag over de CO2-voetafdruk. Zouden we niet meer poeder PE moeten gebruiken omdat de CO2-footprint daar lager van is? Misschien ook een vraag voor Mijnke. Ja, ik ben zover ben ik niet in de PE ingevoerd, dus ik heb die laat ik graag over aan de inhoudelijke specialisten op het gebied van PE. Maar ik denk dat er vast nog meer haken en ogen aan zitten, dus ik speel hem door. Ja, op het eerste oog zou je zeggen van wel, hè, want alle olie wat er niet in zit, hoef je er ook niet uit te halen en gaat ook niet via het slip de verbranding, de compostering in of de verbranding in. Dus dat zou mijn eerste reactie zijn. Maar je moet wel even goed kijken, niet overal kan je zomaar poeder PE toepassen op de slipontwateringen. En wat is de CO2-footprint als je die aanmaakinstallaties allemaal weer gaat vervangen? Dus je moet hier wel even ietsjes verder kijken dan je neus lang is. En de arbo-aspecten zijn ook belangrijk bij het gebruik van poeder PE. Ja, die zijn wel verbeterd de laatste jaren, heb ik begrepen. Dus de 20, 30 jaar geleden was het bekend dat van poeder PE dat er carcinogene stoffen in de luchtwegen terecht zouden kunnen komen. En die paniek is er nu wel een beetje vanaf. Dus er is wel wat meer ruimte nu weer om poeder PE toe te passen. Leon, heb je nog één uitsmijter? Een laatste vraag. Misschien heb ik hem net gemist in jullie discussie, maar er is een vraag van iemand of die CO2-indicator dus wel de juiste... Eigenlijk heb je daar wel een vraag over gesteld, Merle. Maar is misschien toch nog niet helemaal duidelijk, want die kwam daarachter binnen. Van of CO2 dus wel de juiste maat is voor de milieu-impact van de polymeren. Die even pakken, Leon. Ja. Die hoor ik wel vaker. Kijk, op dit moment merk je dat een van de belangrijkste doelstellingen die we hebben, die in Nederland en in eigenlijk maatschappelijk gezien en wereldwijd gezien, is om echt die klimaatverandering aan te pakken en daarmee aan de gang te gaan. Dus dat betekent eigenlijk wel dat CO2 als pregnantste uitdaging naar voren komt. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat we straks een ontzettend mooie wereld hebben zonder CO2-uitstoot, maar vervolgens vanwege gebrek aan biodiversiteit, alle bomen en alles, al het andere verdwenen is. Dus dat hoort natuurlijk altijd in balans met andere elementen van de milieu-impact die je daarbij waarbij je mee te maken hebt. Maar rondom op dit moment is eigenlijk voor dit onderzoekstraject de CO2 wel de belangrijkste trigger geweest. En op
eigenlijk ook wel gebaseerd op waar nu de meeste maatschappelijke aandacht voor is. Dankjewel. Ik denk dat we daar nu even zijn. Mijnke en Wilbert, ik wil jullie uitnodigen om even naar de Q&A te kijken. En misschien kunnen jullie schriftelijk nog wat vragen beantwoorden. En anders kan iedereen zijn vragen ook beantwoorden voor de einddiscussie. Want dan komen Mijnke en Wilbert weer aan tafel. Ik ga terug naar het tweede blok. Maar dit blok bestaat uit drie gastsprekers. Chris Kaper is zuiveringstechnoloog bij het waterschap Zuiderzeeland. En bij dit waterschap hebben ze heel veel met slipinnovatie. Het is een speeltuin voor verschillende technologieën, zoals Storwash en Evira ontwikkeling. Maar dat is niet alles, want ze hebben ook een schroefpers om de boel te ontwateren. En Chris zal jullie meer vertellen over zijn ervaringen met deze ontwateringstechniek. Chris. Hoi. Ja, ben ik in beeld? Je bent in beeld en nu je presentatie nog. Oké. We hebben eerst nog een filmpje. Oh, ja. Een filmpje, sorry. Even een filmpje. Een filmpje plus presentatie. Daar komt ie. Tot een week. Als je nou besluit om de ontwaterse apparatuur te vervangen en je gaat een schroefpers nemen, kiezen, dan moet je wel aan denken dat ze vrij groot zijn. Dit is het slipgebouw van, waar de schroefpersen staan. En op de achtergrond zie je de achterste tank, dat is de Evira tank. En de voorste tank, dat is onze oude gistingstank. Hier zie je de opstelling van de installatie. Daar staat de polymeertank. Dat is de aanmaakinstallatie. Dit zijn de schroefpersen met de mengvaten ervoor. En daarachteraan komen de trommelzeven. Maar in de laatste stap, dus een stukje verder de teststap. Hij ziet een hele hoop rommel zitten, dat is hier vrij normaal. Is ook niet erg, want later wordt het filtraat toch weer behandeld door middel van een trommelzeef. Dan zien we hier het einde van de schroefpers. Vrij rustig proces. Nou, hier zie je dan een plaatje van het slip wat dan weg wordt geschroefd naar de slipsilo. Ja, ik vind ze zelf een beetje tussen een zeepandpers en een centrifuge in zitten. Dus heb je een ruimte waar een afval- of valcentrifuge of een ander merk staat en je wil deze erin plaatsen, ja, dan moet je er toch eventjes naar kijken. Rekening mee houden. En ook als je dan filtraatbehandeling wil doen en je hebt deze dingen nodig, die trommelzeven, ja, dan moet je toch even de ruimte reserveren die daarvoor nodig is. En toen? Start jij je presentatie? Oké, ja, want ik zie eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik ga het gewoon doen. Dat is goed, ik laat weten of we de presentatie zien. Ja, dat is prima. Ik moet even heen en weer switchen tussen de screens. Ja, je hebt je screen sharing gestart. Ja, en nou nog een presentatie. De presentatie nog tevoorschijn. Komt je eraan? Ja, ik zie het alleen. Die ook de volgende slide. Dus misschien moet je je andere scherm selecteren. Hoe doe ik dat? Even kijken hoor, deze. Zie je nou? Nee, ik zie nu nog steeds de twee slides. Even kijken hoor. Hoe selecteer ik een... En anders doe je... Ja, je kan het ook gewoon zo. Dan hebben we alvast een preview naar de volgende slide toe. Oh, dat is het probleem. Dat bedoel je. Ja. Even kijken, ik kan heel snel even kijken of ik een scherm kan veranderen. Want ik zit hier namelijk met drie schermen. Kijk. Hoe ik dat al voor elkaar krijg. Nou, ik doe het gewoon zo. Doe het gewoon zo. Ik doe het gewoon even zo, ja. Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een aantal technieken om te ontwateren. We hebben de centrifuge, de zeepandpers en de kamerfilterpers. En sinds een aantal jaren hebben we ook de schroefpers in Nederland. En bij mijn weten is die alleen nog maar op Tollebeek en op Amstelveen. En ik heb samen met Sabrina heb ik wat data doorgenomen. En ik denk van nou, laat ik ook maar gelijk Amstelveen erbij pakken. We zien hier de ontwerpgegevens van de zuivering Tollebeek en de zuivering Amstelveen.
is wel belangrijk, want zoals we wel weten is het slippen ontwaterbaarheid is wel goed, maar soms wat moeilijker omdat je bijvoorbeeld BOP-installatie hebt. En dat is wel het verschil tussen Amstelveen en Tollebeek. Wij doen op Tollebeek doen wij ontzettend veel extern slip vergisten. Het is allemaal BOP-slip wat we vergisten. Met een klein beetje ijzerdosering nog erbij. En Amstelveen is vooral chemisch fosfaat verwijderen. Dus er zit veel ijzer in. Is hij wat groter. Dus hij zit iets anders in elkaar en hij heeft ook iets meer capaciteit dan wij hebben. Want wij hebben op Tollebeek 2x250 kilogram per uur aan droogstofbelasting en op Amstelveen 336 kilogram per uur. En de werkelijke doorzet, en dat is gemiddeld over 2020 gezien, draaien wij op 70% en op Amstelveen 60%. Dus we draaien nog niet op vol last met die dingen. Nog even, we hebben net een filmpje gezien, maar even het schema of een overzicht van hoe het staat. Dit is Tollebeek. Nou, je ziet twee schroefpersen naast elkaar staan. Twee mengwater staan ervoor. Die mengwater, daar wordt het slip en polymeer in gemengd. Er zit een roer erin. En vervolgens gaat het over de schroefpers heen. We hebben het. Staan om dat centraat, CP-filtraat te verwijderen of schoon te maken. We zien hier een schema van de schroefpersen. Links is Tollebeek en rechts is Amstelveen. Het grootste verschil zit erin dat wij een trommelzeef gebruiken om dat filtraat dus nog wat schoner te krijgen voordat het op de zuivering gaat. En op Amstelveen hebben ze dat niet. Nou, dat is een keuze die gemaakt is. En dat is ook per waterzuivering anders. Tijdens het verwerken heb je geen trommelzeef nodig. En verwacht je problemen met een hoop rommel, dan zal ik dat zeker wel een trommelzeef nemen. Nou, de volgende dia is een overzichtje van energie, PE en droogstofverbruik. Dit zijn getallen die komen uit een Duits onderzoek. Daar is die schroefpers ook in onderzocht. Nou weten wij allemaal uit ervaring dat Duitse getallen anders zijn dan de praktijk die we in Nederland hebben. Maar wat je ziet is dat wij op Tollebeek, kunnen wij tot 23-24% een droge stof uit de machines halen. Nou, dus op Amstelveen is het ook zo. Je ziet het specifieke polymeerverbruik is bij ons 24 gram actief per kilogram droge stof. En dat is op Amstelveen een stukje lager. Nou, dat kan dus komen door ander soort slip wat we dan moeten verwerken. En je ziet het specifieke energieverbruik. Dat is zo rond de 30 kilowattuur ton droge stof. Op Tollebeek. En dat is bij ons is dat niet bekend. Nou, als je nou kijkt naar wat men ooit bedacht had voor die schroefpers, of althans uit het Duitse onderzoek is gekomen, dan zie je dat er vooral qua polymeergebruik wel hoger zitten dan dat eigenlijk ooit in Duitsland is onderzocht en geconstateerd. Dus dat is wel een dingetje. Dus het polymeergebruik ligt vrij hoog, moet ik zeggen. Volgens mij ga ik de verkeerde kant op. Ja, ik wil nog even iets vertellen over de regeling van de schroefpers. Want zoals we weten, of de meesten wel weten, is het bedienen van een centrifuge of van een zeepanpers is toch weer anders van elkaar. En zo ook de schroefpers. Hoe wij hier op Tollebeek de schroefpers bedienen, is dat wij, je ziet, ik heb drie parameters heb ik onderstreept of omcirkeld. En dan zie je dat wij op een gegeven moment draaien op een druk van 300 millibar. Die wordt gemeten op het drukvat, op het mengvat. En die 300 millibar is gewoon ingesteld. En je hebt namelijk druk nodig om dat water
het filtraat eigenlijk door de eerste deel van de schroefpers heen te persen. Dus het loopt er wel doorheen, maar een beetje druk extra geeft ook meer capaciteit. Nou, vervolgens zie je dat er aan de achterkant een schroef staat. Die staat hier op 32% getekend. En helemaal aan de voorkant, achterkant de schroef, voorkant zie je een debietmeter van de toegevoegde hoeveelheid polymeer. Nou, wat er nou gebeurt is dat als je meer voeding geeft op de machine, dus ik ga van 6 naar bijvoorbeeld 7 kubieke meter per uur, ik wil die druk handhaven van 300 millibar, dat betekent dat ik toch meer uit die machine moet draaien, ik moet er sneller uitdraaien. Dus dan gaat de schroefsnelheid gaat omhoog, waardoor dus de verblijftijd in de machine wordt verkleind, verlaagd. Dus wat je dan, is ook logisch, hè? Dus als ik er meer voeding op zet, ja dan... Die machine heeft maar een bepaalde inhoud, dan moet het er ook sneller uit. Dus dan kan je wel voorstellen dat dan ook de droge stofgehalte gewoon wat minder wordt. En dat is ook wel de praktijk. Dus als die machine op 100% gaat belasten, dan wordt het gewoon significant slechter wat eruit komt. Nou, ik ben bijna alweer klaar met mijn presentatie. Want ja, ik kan heel veel over die schroefpers vertellen, maar... Mocht je op een gegeven moment het leuk vinden om eens te komen kijken naar coronatijd, dan ben je altijd welkom. Wat je ziet is op een gegeven moment dat de prestatie droge stof, dat is wel vergelijkbaar met centrifuge en zeepampers. Dus daar is weinig verschil in eigenlijk. De PE-verbruik is wel aan de hoge kant, hè, tussen de 20 en de 24 gram actief. Tenminste wat wij op deze twee locaties dan moeten gebruiken. Energieverbruik is best laag, dat is wel een voordeel. Een ander voordeel is dat die machine ontzettend langzaam draait. Het is een schroef die heel rustig zijn slippen er doorheen perst. En daardoor heb je ook weinig onderhoud en het is ook betrouwbaar. Het zijn hele degelijke machines. Nou, de bediening is ook vrij eenvoudig, ook geen moeilijke toeters en bellen die eraan hangen. Ander voordeel is dat die machines ontzettend weinig lawaai maken. Dus je hebt er ook geen omkasting voor nodig of iets anders. Nadeel is dat er wel hoge droge stof zit in het perswater. Daarom hebben we dus ook een trommelzeef staan op Tollebeek. Je hebt sowieso het perswater daar kan je eigenlijk niet zoveel mee. Het perswater moet je dus echt gaan afvoeren naar de homogenisatietank. Maar het filtraat, het eerste filtraat, ja, daar kan je dus nog wat uithalen met die trommelzeef. Die trommelzeef is facultatief. Je zou ook een andere techniek kunnen gebruiken, bijvoorbeeld een zeefbocht of een fijnzeef. Maar de trommelzeef is vrij eenvoudig, dus je kan het filtraat wel nabehandelen. Een ander dingetje is, dat de schroefpers vrij groot is. Nou, je hebt de foto wel gezien, het is wel een behoorlijk apparaat. Dus mocht je nou bepalen van besluiten om een schroefpers te gaan plaatsen in plaats van een centrifuge, dan zou het kunnen zijn dat het gebouw te klein is. Dus daar moet je echt wel aan denken. Dat is iets wat bouwkundig wel belangrijk is. Dan ben ik aan het einde van mijn presentatie gekomen. Dankjewel, Chris. Interessant. En ik zie dat er al vragen in Q&A zijn. Dus wie weet kan je tussendoor nog wel alvast even kijken of er al dingen te beantwoorden zijn. En ja, anders komt dat later. Want we gaan meteen door met Hans Molle. Hans is senior adviseur procestechnologie bij het waterschap Brabantse Delta. En eigenlijk als je slip zegt, zeg je in Brabant ook direct Hans. Hij houdt zich bezig met sliplogistiek, aanbesteding van PE, optimalisatie van de slipgisting en van de slipontwatering. En hij zal in zijn presentatie uit de doeken doen hoe hij opnieuw weer de ontwatering kan optimaliseren, terwijl hij ook nog... Nieuw 4. We blijven doorgaan totdat we alle data die we nodig hebben, dat we die ook echt verzameld hebben. Maar we blijven zeker nog maanden doorgaan met testen. Ja, ik ben Daan Brugmans. Ik werk hier als beheerder
op RWZ10 Nieuwveer in Breda. Nou ja, het deel van de ChemConnect is vooral geïmplementeerd op de slipverwerking. Een pilot om te zorgen dat we kunnen optimaliseren als het gaat om het gebruik van polymeer voor de ontwatering van het slip. Dus we hebben uitgegist slip dat op de zeepan persen ontwaterd moet worden. Daar is een hoop polymeer bij nodig en dat kan misschien een stuk efficiënter met gebruik van ijzersulfaat. Bovenop de zeepanpers, ja, daar moet je toch altijd kijken om te kijken hoe gaat het nou. Dus hier kijken wij ook elke dag, zeker dagelijks, een keer naar om te kijken hoe ziet de slip eruit. Hè? Total solids van de toevoer, het debiet, een meter in het filtraat en een meter in de slipkoek voor de droogstof. Die samen, ja, als die optimaal kunnen worden samengesteld, dan kan er altijd een goede balans worden gevonden tussen ijzersulfaatdosering en polymeerdosering. We proberen steeds verder te komen, dat we op een gegeven moment betrouwbare metingen hebben, maar dat het ook compatible is met ons systeem wat hier al staat. En dat die metingen ons echt gaan dienen. Dus gecombineerd met mijn eigen systeem heb ik eigenlijk wel een goed plaatje van de verschillende processtromen. De ijzersulfaatdosering is ook maar op één van de twee zeepanpersen. Dus dat geeft ons de mogelijkheid om te vergelijken. We merken bijvoorbeeld wel toename in de scaling. We hebben wat problemen met onze demoninstallatie. Hè? Dus het filtraat van het zeepanpersen ligt een beetje onder druk. Het filtraat van de zeepanpers lijkt wat slechter te worden met de introductie van ijzersulfaat. En heel Nederland kijkt mee en dat mag. Oké, dankjewel voor het filmpje. Ik ga proberen mijn beeld nu te delen om de presentatie, jullie de presentatie te laten zien over Nieuwveer. Als het goed is, hebben jullie hem nu in beeld. Ja, daar is die. Even kijken of het nu lukt om het volledige scherm te gebruiken. Ja, zien jullie nu de presentatie op een volledig scherm? Ja, okay. Hans, ga van start. Oké, goed. Ik wil jullie wat vertellen over de optimalisatie van de zeepanpersen op de zuivering Nieuwveer. Die we met Chemira samen gedaan hebben en dat heet ChemConnect. En omstreken een tweetraps actief slipinstallatie met een capaciteit van 350.000 DA. Nou, daar verwerken we slip uit de eerste trap, goed vergisbaar slip uit de eerste trap, slip uit de tweede trap. En we hebben aanvoer van extern slip in de vorm van oxidatieslotenslip van een drietal installaties in de buurt. Nou, de slipverwerking is nieuw gebouwd in 2012. En we verwerken daar ongeveer 5500 ton droge stof per jaar. Dat slip gaat over bandindikkers voordat we het de gisting in stoppen. Gewoon een standaard mesofiele gisting. En het uitgegiste slip wordt ontwaterd op twee zeepanpersen. Voor een goede ontwatering voegen we daar uiteraard polymeer aan toe. Het bijzondere van de installatie is dat we in 2012 dat ding gebouwd en ontworpen hebben met heel veel online metingen. Waarvan na verloop van tijd bleek dat een aantal toch niet handig waren, snel vervuilde. Ongeveer de helft van die meters was al snel buiten bedrijf. En werd de procesvoering eigenlijk gedaan op basis van steekmonsters over het algemeen. In onze PE-aanbesteding hadden wij als onderdeel opgenomen dat wij graag samen met de leverancier een optimalisatieplan uit wilden voeren. Op Nieuwveer is dat dan een samenwerking geworden met Chemira.
En met hun hebben we samen het concept van toevoeging van ijzer en een vergaande automatisering in een pilot gestopt. We zijn gaan kijken op de zuivering van Kopenhagen, waar dit systeem al op centrifuges toegepast werd. En ja, goed, samen met Chimera hebben wij een overeenkomst gesloten om die optimalisatie ter hand te nemen. En ja, het bijzondere daarvan was dat het in ieder geval de eerste toepassing van dit systeem op zeevanpersen was. Zoals ik gezegd, in Kopenhagen waren het centrifuges en ze hebben op meerdere plekken dit programma lopen met centrifuges. Maar goed, voor hun was het de eerste keer dat het op zeevanpersen toegepast werd. Nou, wat houdt het dan in? Op een aantal plekken in het proces hebben we online metingen zitten. In de inkomende stroom wordt het droge stofgehalte gemeten. In de slipkoek wordt het droge stofgehalte gemeten. En het droge stofgehalte van het filtraat wordt online continu gemeten. Nou, die meetsignalen die worden samengebracht en met regelalgoritmes wordt daar een optimale instelling van de zeevanpersen gezorgd. Hier zie je een foto, op de linkse foto zie je de droge stofmeting in de slipkoek. En rechts zie je zeg maar de regelkast die de gegevens de cloud instuurt en vervolgens de regeling activeert om de zeevanpersen te optimaliseren. Nou, daar hangen een aantal dashboards omheen, zodat wij continu kunnen monitoren wat bijvoorbeeld het droge stofgehalte van de slipkoek is. Dat zie je in het bovenste grafiekje. En ja, je ziet uiteraard de doorlopende lijn en de bolletjes die daartussen doorgaan zijn eigenlijk de handmonsters die we nemen om die droge stofmeting te controleren. En ja, we zien eigenlijk een steeds beter resultaat van die droge stofmeting. En we kunnen wel zeggen dat we nu echt ja, met vertrouwen naar die droge stofmeter kunnen kijken, omdat die gewoon een betrouwbaar beeld geeft. Nou, onder zie je hoeveel droge stoffen dan per maand verwerken. En zo kunnen we ja, een aantal dashboards samenstellen waarbij de belangrijkste KPI's worden weergegeven. En zoals hier linksonder de hoeveelheid polymeer per ton droge stof bijvoorbeeld. Hier zie je een grafiekje van de ijzerconsumptie. En ja, goed, dat dashboard is helemaal naar eigen wens in te richten. Samen met de leverancier hebben we dat op deze manier ingericht. Zodat we eigenlijk van minuut op minuut de prestaties van die zeevanpersen kunnen volgen. Nou, dat gaat lekker vlot. Dan ben ik al bij de resultaten. Wat we zien is dat we hebben twee zeevanpersen. Eentje hebben we er uitgerust met dat ChemConnect systeem. Ja, daar zien we een wel wat verhoogd droge stofgehalte. Wat minder dan we aanvankelijk gehoopt hadden. Daar kom ik direct nog wel even op terug. Maar we zien wel een duidelijk verlaagd polymeerverbruik. Bijna 20% minder dan bij de vergelijkbare zeevanpers. Bij een ijzergebruik van 3 kilogram per kuub. Ja, dat droge stofgehalte. Tot nu toe wat achter bij de verwachtingen die we aan de voorkant hadden. En wat we zien uit handmetingen, we hebben van de slipkoek die we eraf gehaald hebben, hebben we ook nog handmetingen gedaan. En dan zien we dat er potentieel nog hogere droge stofgehalte bereikbaar zouden zijn. En we gaan nu kijken hoe we die zeevanpersen zodanig in kunnen stellen dat ja, dat we dat hogere droge stofpercentage bereiken. Door die ijzertoevoeging zien we dat we gewoon een stevigere slipvlok hebben. En we gaan nu kijken of we dat dan ook kunnen verzilveren in een hogere droge stofgehalte. Nou, Daan gaf het in zijn filmpje ook al aan. We zien wel dat het filtraat een wat ander gedrag vertoont in de deelstroombehandeling. Het beïnvloedt natuurlijk de alkaliteit, die toevoeging van ijzer. En we zijn aan het onderzoeken wat dat voor invloed heeft op het functioneren van de daemon. Even kijken, een belangrijke bijvangst noem ik het maar even, is dat we de droge stofmetingen, dat we nu gewoon betrouwbare droge stofmetingen hebben. In de slipkoek, ja, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En ook in het filtraat hebben we een heel betrouwbare meting zitten, die uitgerust is met een SIP-systeem, dus een cleaning in place.
Die elektrode wordt eigenlijk continu schoongespoeld, zodat je eigenlijk continu goede metingen hebt in het filtraat ook. En we hebben fijn ingerichte dashboards, waardoor we het proces goed kunnen volgen en goed kunnen analyseren. Dat was mijn presentatie. Dankjewel, Hans. We gaan heel snel meteen door naar de volgende spreker. Want ChemCon... procestechnologen binnen Hoogheemraad. De Stichtste Rijnlanden. En Erik is vanaf het eerste moment betrokken geweest met de nieuwbouw van de RWZI Utrecht. Dus wat slip betreft is er eigenlijk met name passie voor korrels en dat kan ik best begrijpen. Hij zegt zelf dat hij niet zoveel met slip heeft eigenlijk. Het stinkt, dus hij heeft liever de waterlijn. En juist daarom gaat hij jullie vertellen over de automatisering rondom de slip. Rondom slip met mine. Een manier om zo min mogelijk tijd met slippen bezig te hoeven zijn. Erik heeft geen filmpje, dus we kunnen meteen naar je presentatie. Oké, dan gaan we die even opzoeken. Wacht goed, mee. Je paspoort, hè? Nee, waar we zijn. Mooi, hè? Hier is die. Oeps. Ja. Oké, dat zou moeten zijn. Geen filmpje, dus dat betekent dat ik een paar minuutjes extra heb om de mine-ervaringen binnen HDSR, om de mine-ervaringen van binnen HDSR voor het voetlicht te brengen. Die zijn op zich best heel positief. Hoewel wij zelf niet voor mine gekozen hebben. De situatie is als volgt dat wij een zuivering op Utrecht nieuw gekregen hebben, aanbesteed hebben. Dat hebben we functioneel aanbesteed. Ik ga even eentje terug. En daar kregen we eigenlijk, die uitvraag was zodanig opgesteld dat we de aannemer verantwoordelijk hebben gesteld voor 10 jaar nog voor een bepaald exploitatiebedrag. En die heeft in al zijn wijsheid besloten en bedacht dat als we een automatiseringstoel in de sliplijn aanbrengen, dat de exploitatie ten goede zou moeten komen. Dat is eigenlijk de reden geweest dat het erin zit. Wat niet wegneemt is dat wij daar niet toch heel blij mee zijn. En dat hoop ik in de komende minuten even voor te stellen. Mooi. De toelichten. Twee delen. Een interne sliplijn en een externe sliplijn. We ontvangen slip van 10-12 regionale zuivering. Het varieert alles. Het eigen slip, dat is een RENA-slip. Dat wordt verzameld in, je kan het heel linksboven kort zien, de korrelslipbuffers 1 en 2. Vanuit daar wordt het in een gravitaire indikker gepompt. En dankzij een slipspiegelmeter kan daarin worden bijgehouden hoeveel spuislip er aanwezig is om door de centrifuges te kunnen worden behandeld. Er zijn 2 centrifuges beschikbaar voor het interne slip. Die ontwateren het en schroeven het. Vervolgens in een slipsilo en dan wordt het afgevoerd. We hebben dus geen slipgisting op Utrecht, een hele overzichtelijke sliplijn. Een identieke sliplijn bijna voor het externe slip, dat is het onderste gedeelte van het plaatje. Een groot externe slipbuffer waarin met vrachtauto's het regionale ingedikte slip wordt aangevoerd. En daar trekken 2 centrifuges het slip uit, ontwateren dat. En dat gaat dan ook via de slipsilo zijn weg naar SMB vinden.
Het centraat van de centrifuges wordt verzameld in een centraat buffer en wordt door, in ons geval, niet door trommel 7, maar door fijn 7 gefiltreerd om ook de droge stof in het centraat wat naar beneden te krijgen, zodat we daar de waterlijn niet al te erg mee belasten. Goed, dit is de sliplijn van Utrecht. Mine is eigenlijk een softwarepakket, een programmeertool. Er staan er twee modules, de transportmodule en de ontwatermodule. Nou, de transportmodule doet eigenlijk niet heel veel anders dan het volume gegevens verzamelen van de volumina of de standen van de buffers in de regio. En filtert daarin een soort transportlijstje. Stelt daarin een transportlijstje op voor de transporteur. Die krijgt elke dag een soort boodschappenbriefje. En die transportlijst is er alleen maar op gericht om een zo constant mogelijk afval of slipstroom in de ontvangstbuffer op Utrecht te krijgen, zowel qua hydrauliek als qua samenstelling. Je wil natuurlijk in je buffer voor je slipontwater een mengsel hebben wat zo constant mogelijk van kwaliteit is en ook niet dat die de ene dag vol is en de andere dag dat er niks wordt aangereden. Dus de chauffeurs krijgen boodschappenbriefjes mee. Dat ziet er een beetje als volgt uit. Hier zie je een oud exemplaar die op 22 juni halverwege de dag een keer uitgelezen is. Voor die dag zijn er dus 22 vrachten geadviseerd vanaf de verschillende zuiveringen. En op dat moment vanuit rij hebben ze de 12 gereden. De transporteurs houden zich daar vrij redelijk aan. En dat komt de ontwatering op de zuivering op de centrale slipbehandelingsinstallatie Utrecht alleen maar ten goede. Goed, dat was het transportmodule. Dan hebben we de ontwatermodule. Die is eigenlijk interessanter. Dat ding heeft eigenlijk twee belangrijke functies. In eerste instantie stuurt hij de centrifuges aan. Dus hij kijkt op basis van het slipspiegelniveau, bijvoorbeeld in de korrelslipindikker, plus daaraan gekoppelde Nerea controller, kan hij ook een voorspelling verwachten van hoeveel slip er de komende dag te verwachten is in die indikker. Berekent hij eigenlijk een soort vracht. En met die vracht probeert hij zo constant mogelijk te houden. Dat reed hij een eindje vooruit en dan zegt hij, ik heb er één centrifuge voor nodig of ik heb langere tijd of twee centrifuges nodig. En dan stuurt hij dus of één of twee centrifuges aan en met de bijbehorende vracht, of dat dan 6 of 7 of 800 kilogram per uur is. Dat bepaalt hij dan. Dus hij regelt eigenlijk hoeveel centrifuges hij aanstuurt en met welke vracht dat dan plaats gaat vinden. Dat is er dan op gericht om dat zo stabiel, constant mogelijk te doen. Je wilt niet om de zoveel uur centrifuges aan- en uitschakelen. Dat geeft veel vuilcentraat en veel ellende, dat wil je niet. Hetzelfde geldt ook voor die onderste twee centrifuges. Doordat die transportmodule, dankzij die transportmodule weet je eigenlijk precies wat er aan slip binnenkomt in die buffertank. En ook daarvan bepaalt het pakket, het mine, die bepaalt dan of die één of twee centrifuges de komende tijd ervoor nodig heeft. Dat is één ding. Het tweede ding is belangrijker. In mine zit eigenlijk veel kennis. Dat beproef ik uit de woorden van Hans ook een beetje. Maar om een centrifuge aan te sturen heb je best een goed opgeleide operator nodig. Die is een apparaat, is best een lastig apparaat. En die kennis die een operator op dagtijden doet, doet mine eigenlijk 24 uur per dag. Die is continu bezig met het optimaliseren van een centrifuge. Je geeft een aantal bandbreedtes in binnen mine en dan kom je in zo'n schermpje terecht. Dat hoef je niet allemaal op te onthouden, maar we geven een bepaalde bandbreedte voor de PE-dosering in, een bepaalde bandbreedte voor het verschiltoerental, een setpoint voor het koppel. En dan gaat die centrifuge kijken van, ik moet 800 kilogram weer draaien. Hij kijkt in het verleden, daar hoort een bepaalde PE-verbruik bij wat hem in het verleden goed is bevallen. Hetzelfde geldt met het verschiltoerental en daar begint hij dan mee. Omdat hij ook informatie heeft van het droge stof in het centraat. Dat als vereiste krijgt hij mee dat hij altijd onder de 1 gram per liter moet blijven.
Met die gegevens gaat dit pakket de centrifuge aansturen. En dat leidt er dan toe dat hij altijd een zo dik mogelijke koek krijgt. Bij een zo laag mogelijk PE-verbruik en een centraat wat 1 gram per liter is. Dat is de gedachte erachter en dat werkt best heel goed. We hebben dat ik ga 2 minuutjes over mijn mail, maar ik zie goed door. We hebben, denk ik, nu de afgelopen 6 maanden draaien we eigenlijk continu op mine. Niet meer op automatisch bedrijf. Automatisch bedrijf of inderdaad een operator zelf zijn vrachten moet gaan zitten verzinnen. En zijn polymeerinstelling moet gaan doen. We hebben wel een testweek gehad waarin RADFW erg graag aangetoond wilde zien wat de meerwaarde van mine was. En wij zelf ook erg benieuwd waren. Die testweek die verliep niet helemaal succesvol in die zin dat de resultaten die eruit waren een week lang op automatisch testen en de operators zijn gang laten gaan en een week lang en met de vingers vanaf blijven en mine zijn gang laten gaan, gaven toch eigenlijk grosso modo dezelfde koek, PE-verbruik, centraatkwaliteit. Dus dat was enigszins teleurstellend. Wat wel positief was dat de operators een beetje uitgedaagd werden door die testweek. En die hebben dus in die week dat ze zelf aan de bak mochten, daar best heel veel tijd en moeite in gestopt. En meerdere malen op een dag de centraatkwaliteit bekeken en toch weer een klein beetje polymeer erbij. Dus het positieve is dan natuurlijk dat eigenlijk dankzij het systeem toch eigenlijk de operator voor een gedeelte vervangt in die zin dat het tijd bespaart. Mijn laatste sheet is even wat wij dan met mine van hoe wij er al aan denken. Nou, hoe we het gekregen hebben over de aanbestedingsvorm, heb ik al iets over gezegd. Als je daar nog meer over wil weten, dan moet je maar een keer langskomen of appen of mailen. Je hebt ook een andere manier van aansturen van werken voor zuiveringstechnici. Ook daar ga ik nu niet op in. Maar je werkt meer met regelingen in plaats van dat mannen zelf met de vingers aan de knoppen zitten en een centrifuge aan of uit gaan zetten. Je moet eigenlijk de hele regeling een beetje sturen, besturen. Verder ben ik persoonlijk heel erg blij met dat openingsfiguurtje waarin aan de hand ik het sliplijn net heb uitgelegd. Daar zie je in een oogopslag hoeveel centrifuges er zijn, hoe ze draaien, hoeveel de buffers slippen. Het heeft ook een mooie dashboardfunctie. Dan vervolgens die continue aansturing. De continue optimalisatie is natuurlijk een heel belangrijk iets. Er zit iets van kennisborging in. Dit systeem doet 24 uur per dag zijn werk en een operator niet. Dan had ik al iets over dat het de kwaliteit van het centraat in ieder geval in de gaten houdt. Wij hebben het setpoint op 1 gram per liter gezet. Dat vinden we nog acceptabel voor de waterlijn. Nou, dat wordt op die manier ook gestuurd. We hebben daarnaast nog een tweede centrale slipontwateringsinstallatie op Nieuwegein. Daar wordt door DFW al wel gekeken in de toepassing van mine. Dat gaat op korte termijn nog niet gebeuren omdat wij nou druk bezig zijn met het bepalen van een slipstrategie. Dat moet eerst uitgekristalliseerd zijn voordat we daar verder een ei over kunnen leggen hoe we daar op die slipontwateringsinstallatie automatisering gaan toepassen. Want dat het gaat gebeuren is wel een ding wat zeker is. Dan als laatste, die droge stofsensoren die wij in de centraatlijn hebben, dat is eigenlijk een beetje het kritische verhaal van het hele mine. Daar zijn we erg van afhankelijk, hebben we te maken met struvietaanslag. En we zijn aan het kijken, op zich werkt het wel, maar je moet ze vaak schoonhouden, goed schoonmaken, frequent schoonmaken. En we zijn ook naar andere meters aan het kijken, ondanks die cleaning in place die er ook wel hierin zit. Zijn we daar nog niet helemaal tevreden over. En voor mij een opsteker, Hans, was dat jullie een mooie droogstofmeter in de slipkoek hebben zitten. Die hebben wij niet. Het ding zag er vrij duur uit, dus dat zou een belemmering kunnen zijn voor aanschaf. Maar als je die ook in je systeem op kan nemen, nog meer informatie is nog nauwkeuriger sturen. Dus dat zou ook heel mooi zijn. Ja, hier wou ik het bij laten. Dankjewel, Erik. Nou, dit was weer heel veel informatie en we lopen ook gierend uit. Op het scherm gaat komen, maar ik zal jullie alvast er doorheen praten, want hij gaat over hoe kunnen we de resultaten van de slipontwatering verbeteren.
A is dat door meer online te meten en te automatiseren, het kennisniveau van de operators te verbeteren, beter te snappen welke invloed veranderingen in de water- en de sliplijnen hebben, sneller en makkelijker kunnen wisselen tussen polymeertypen of gewoon meer aandacht besteden aan de slipontwatering. En ik weet het niet, staat hier niet bij of ik kan niet kiezen. Dus hier moeten jullie een mening hebben. En dat gaat goed, zo te zien. En het is een beetje een wedstrijd tussen meer online meten en automatiseren of gewoon meer aandacht te besteden aan de slipontwatering. En misschien is dat ook wel, besteed je ook meer aandacht door online dingen te doen, want je krijgt veel meer data. Ik geloof dat iedereen, de laatste bolletjes vliegen erbij, maar het beeld blijft hetzelfde. Mensen vinden het niet zo belangrijk om sneller en makkelijker te kunnen wisselen tussen het polymeertype. Dus dat is wel heel interessant, want wie weet dat als je de resultaten van Wilbert ziet, TZT, dat toch belangrijker gaat worden. En het kennisniveau van de operators verbeteren, dat denken mensen ook dat het, laat ik het positief framen, dat die al fantastisch is, dus dat helemaal geen reden meer of geen effect meer zal hebben. Dank jullie wel. Ik wil graag Hans, Chris, Erik en Cora er weer bij vragen voor wat vragen uit de Q&A, want die is ook vrij hard gegaan. Leon, ik kan mijn camera niet starten. Oh, nu wel. Oké, want je lijkt duidelijk horen. Maar fijn dat we je ook zien. Leon, welke vragen heb je geselecteerd om nu even live te beantwoorden? Ja, er zijn een heleboel vragen gesteld, dus ik wil ook graag de sprekers vragen om een aantal van die vragen zelf gewoon even te beantwoorden. Want sommige zijn echt op detailonderwerpen, waar men echt wilde weten hoe het naadje van de kous is. Maar een algemenere vraag, bijvoorbeeld voor Hans. Hebben jullie het CO2-effect van de ijzerdosering afgewogen ten opzichte van het mindere PE-gebruik? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. We realiseren ons natuurlijk wel dat ook ijzer een CO2-footprint heeft, maar die exacte vergelijking hebben we nog niet gedaan. Oké, gaan jullie wel doen, neem ik aan. Ja, gaan we wel doen. Ja, zeker. En een andere vraag is over die betrouwbaarheid van de online sensors. Ik denk zowel voor Erik als Hans. Hebben jullie vergelijkingen gedaan met steekproeven die jullie daarnaast doen, om te weten of dat die resultaten vergelijkbaar zijn? Ja, zeker. En wij plotten ze ook in dezelfde grafiek als de online meting. En op die manier houden we eigenlijk continu vinger aan de pols ook. Ja, het is gewoon een kwestie van de meters regelmatig kalibreren en wijken. Eigenlijk moet je op de meters kunnen vertrouwen. En dat kan alleen maar als je die regelmatig controleert. Dus dat gebeurt meerdere malen in de week. Ja. Oké. En een vraag voor Chris. Van jullie hebben de schroefpers. Hebben jullie het resultaat van de schroefpers ook vergeleken met andere ontwateringsmethodes? Of kunnen vergeleken met andere ontwateringsmethodes op hetzelfde slip? Slip op centrifuge. Dus daar is wel naar gekeken hoe de ontwaterbaarheid van ons slip was, omdat ze waarschijnlijk eenzelfde soort slip verwachten. Dus dat is wel gebeurd. En ik weet ook dat bij Waternet is er ook tegen met een test gedaan met slip van een zuivering op hun schroefpers. Waarbij dus gekeken is naar BOP slip of dat goed ontwaterbaar was. En dat was ook prima. Dus er zijn wel wat informatie dingen ervan, ja. Maar weet je ook wat het verschil is ten opzichte van jullie schroefpers? Nou, dat kan ik zo niet, ik nog niet even, daar heb ik geen cijfers bij de hand. Dat weet ik niet. Oké. Nee. Okay, je noemt ook Waternet eventjes. Ik zie dat Sabrina van Waternet ook actief is in de Q&A en ook aardig wat vragen hebben beantwoord. En je hebt met haar ook jouw presentatie afgestemd. Dus ik denk ook fijn dat Sabrina op die manier meedoet.
Dat waren even de hoofdvragen die ik zo heb. En ik nodig eigenlijk de sprekers uit om eventjes goed in de Q&A te kijken en wat van de andere vragen te beantwoorden. Ja. Ben al bezig. Goed, ga daar vooral mee door, want dan gaan we snel door naar de volgende spreker. Spreekster moet ik zeggen, sorry. We gaan het hebben over mijn favoriet onderdeel, het onderzoek. Cora, hoe kijkt STOA de laatste 4 jaar aan tegen slipontwatering? En zijn we al wat wijzer en wat moeten we nog allemaal gaan onderzoeken? Ja, dankjewel Merle. Ik heb mijn beeld gedeeld en ik heb een korte presentatie. Als hij tenminste door wil lopen. Dit is nou vervelend. Nou, ik stop even. Want hij wou niet doorgaan. Probeer hem nog een keer. Wie weet dat hij het dan wel doet. Ja, dat doet hij dus niet, hè? Leon, kan jij hem delen? Ik probeer hem nog 1 keer. Ik zal ook even kijken. Even kijken of dit goed gaat. Oké, nou doet hij het wel, hè? Hij doet het helemaal, luid en duidelijk. Nou, die eerste sheet was ook niet zo spannend, want er stond met name op en dat ik het over het SOA-onderzoek ga hebben. Ja, ik heb even gekeken wat de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 5 jaar, er zoal een SOA-onderzoek heeft plaatsgevonden. En nou, dat zie je op deze sheet. De bovenste rij SOA-rapporten zijn verschenen. De laatste 2, PE-kwaliteit en groen PE, nou, die zijn eigenlijk al geadresseerd door Mijnke en door Wilbert. Dus daar wil ik het eigenlijk niet zo over hebben. Maar we hebben ook onderzoeken gedaan naar de inzet van de borstelcentrifuge, gruisontwatering, de toepassing van kationen, is trouwens ook al een paar keer voorbij gekomen vanmiddag, en de ontwatering van thermofiel slip. En er zijn nu voor 2021 zijn er nog 2 onderzoeken in wording, of die worden nu uitgevoerd. Dat is de elektroosmotische slipontwatering en een nader onderzoek naar de effecten van het slipkwaliteit op de ontwaterbaarheid. En dan was een sneak preview voor het volgende slipwebinar. Dan gaan we het hebben over innovaties. Dan wordt in ieder geval Torwash geadresseerd en de ervaringen met MidMix. Heeft direct te maken ook met de ontwatering. Gaan we het vandaag niet over hebben, maar wordt de volgende keer zeker behandeld. Nou, de onderzoeken die ik graag wel even met jullie door wil nemen van de afgelopen jaren, eigenlijk de laatste 5 jaar, is in ieder geval het onderzoek naar de toepassing van kationen. Er zijn diverse onderzoeken naar gedaan en we hebben ijzer, calcium, magnesium gedoseerd en er is een positief effect op vastgesteld. Dat zie je ook in het grafiekje op de rechterkant, de bovenste, waarbij met slip van Nieuwgraaf testen zijn gedaan op de x-as staat het PE-verbruik in gram PE per kilogram droogstof. Op de y-as staat het droogstofgehalte. En je ziet nadrukkelijk dat met ijzer, dat met minder PE, er een vergelijkbaar of juist ook een hoger droogstofgehalte bereikt kan worden. Nou, met magnesium en calcium zijn ook testen gedaan. Dat zie je in het plaatje daaronder. Dat is iets minder duidelijk, maar desalniettemin heeft het ook een positief effect. Er is ook gekeken naar het ontwatering van het Airprex slip. Dat dat uitgegist is, belucht is. Dat had een negatief effect op de ontwatering. En al die testen die worden eigenlijk voornamelijk gedaan met focus op centrifuges. Neemt niet weg dat nu ook Brabantse Delta bezig is met kijken wat de dosering van ijzer op zeewandpers is. En nou, we kunnen wel zeggen dat dit onderzoek nu in de praktijk zeker wordt toegepast, omdat we weten dat nou, op verschillende locaties ijzer of magnesium wordt toegepast. Nou, mooi voorbeeld van dat onderzoek zijn weg vindt naar de praktijk. In 2018 hebben we een onderzoek gedaan naar de ontwaterbaarheid van thermofiel slip. En daarbij is met name ook op laboratoriumschaal gekeken naar de ontwaterbaarheid van een pilotopstelling. En dat is destijds gedaan met Waterschap Brabantse Delta, Ivoro, Leon Corving, RADFW en de TU Delft.
En op zich, uit die resultaten kwam wel naar voren dat thermofiel vergist slip, dat het lastiger te ontwateren is. Dus je hebt meer PE nodig. En wellicht dat de dosering van ijzer de ontwaterbaarheid kan verbeteren. Een onderzoek, ook in 2018, wat is uitgevoerd waarbij er kolengruis voor de mechanische ontwatering is toegevoegd. En dat is ook op praktijkschaal getest, op een aantal zuiveringen. Op het staatje hier beneden kan je dat ook zien, hè, de locaties, de apparatuur die toegepast is en ook de ontwateringsresultaten. De resultaten bevestigen de hogere ontwatering. En, maar de toepassing heeft vooralsnog geen vervolg gekregen. Wellicht zijn er nieuwe kansen als de behoefte aan slip als energiedrager, hè, de slip verrijkt met kolengruis, als dat toeneemt. Maar mooi onderzoek, labschaal, praktijkschaal en met mooie resultaten. De borstelcentrifuge. Daarmee hebben we een nieuw apparaat zonder PE. En we hebben daarmee testen gedaan waarbij we ook gekeken hebben naar het afscheidingsrendement, minimaal 95%. Er is niet onvergist slip getest met uiteindelijk een eindresultaat van 13-16% einddroge stof gehalte. Maar ook een vergisslip, waarbij we uiteindelijk 15-22% droogstofgehaltes hebben verkregen. De capaciteit van de installatie was destijds nog beperkt en de aanbeveling was ook van, de toepassing zou met name voor de wat kleinere zuiveringen kunnen gelden, omdat je een kleine installatie hebt. En dat er behoefte is aan een duurtest met een aangepaste borstelcentrifuge. Nou, dat hebben we inmiddels bijna in de startblokken staan, of de voorbereidingen zijn getroffen. Bij Rijnland gaan we zo'n test doen met een demonstratieinstallatie, een grotere. En er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan in het systeem. Het toevoersysteem is aangepast en een grotere capaciteit. Dus we zijn heel erg benieuwd wat het onderzoek in 2021 ons gaat opleveren voor deze toepassing. En belangrijk is in ieder geval wel dat we in ieder geval ontwatering hebben zonder PE, maar wel met een lager einddroogstofgehalte. Nou, een andere ontwikkeling is de toepassing van NEO, of de elektro-osmotische ontwatering. Het is een samenwerking tussen Nijhuis, Touw en diverse waterschappen, die zijn daar zeer in geïnteresseerd. Het is een aanvullende ontwateringsstap. En met een elektrisch veld wordt er meer water verwijderd uit de koek. Het is een technologie die in Zuid-Korea veelvuldig wordt toegepast. En het leek dus appeltje-eitje om dat in Nederland ook maar even te testen. Zeker ook gezien de belangstelling van de waterschappen. En dat bleek er nog wel wat moeilijker dan gedacht. Maar inmiddels, ook omdat we juist willen kijken naar dat energieverbruik, hè, want we, de technologie, daarbij verwacht je dat er een lager energieverbruik bij nodig is. En dat je wel droge stofgehaltes kan krijgen van tussen de 40-60%. Dus wel een andere categorie dan het normale ontwaterde slip. Vorig jaar zijn er de eerste proeven uitgevoerd met een kleinere installatie. En dat was voldoende voor de proof of principle, om het principe aan te tonen. De schaalgrootte was echter te klein om dat energieverbruik goed vast te stellen. En we zijn voornemens, we zijn aan het kijken of dat we dit jaar een grotere proef kunnen uitvoeren in coronatijd. En nog een onderzoek wat dit jaar gaat starten. Dat is in ieder geval om goed te kijken naar de slipvariatie. Het kwam ook al eerder deze middag aan de orde in de presentatie van Wilbert. Kijken in welke mate de samenstelling van het slip in combinatie ook met de PE-kwaliteit uiteindelijk bepalen wat de ontwateringsresultaat is. We gaan daarvoor twee zuiveringen intensief monitoren, gedurende een jaar lang. We gaan daar metingen doen aan het slip, de slipeigenschappen goed meten, zoals EPS kwaliteit, hoeveelheid, maar ook in combinatie met het traject, de PE kwaliteit, wat Wilbert ook aangaf, dat traject met Intertek,
om dan ook te kijken naar het ontwateringsresultaat. En we hopen dus dat we een relatie kunnen leggen tussen de variatie in het slip en de PE-eigenschappen. Dus nou, ik hoop dat we daarmee meer inzichten kunnen verkrijgen in de hele ontwatering. En de planning staat gepland voor tweede helft of de Q2 van dit jaar. Het zit nog in de pijplijn, maar daar gaan we mee van start. Nou, dit was even in vogelvlucht wat we de afgelopen jaren gedaan hebben en wat we nu zeg maar nog voornemend zijn aan onderzoeken. Nou, ook nog met de verwijzing naar de volgende webinar. We doen aardig wat onderzoeken op slipgebied. Op dit moment doen we veel voor de circulaire economie en de microverontreinigingen. Ik ben blij dat we in ieder geval nu nog twee mooie onderzoeken op de onderzoekslijst hebben staan voor 2020. Hier wou ik het even bij laten. En nou, dit was mijn uitsmijter nog. Dinsdag 9 maart en dinsdag 13 april hebben we ook nog weer twee mooie slipwebinars. Dankjewel, Cora. Door onze sprekers, dus ik ben benieuwd wat er na deze polvraag nog over is. Daar is die al. De vraag is, als je geld mag inzetten op een nieuw onderzoek naar slipontwatering, dus je zit even in de PCAW, waar zet je dan op in? Ontwikkeling van artificial intelligence tools en sensoren om de slipontwatering aan te sturen. Praktische onderzoeking van technieken die leveranciers aanbieden. Achtergrondkennis over de samenstelling en karakterisering van slip en invloed op de ontwatering. Ontwikkeling van nieuwe, groenere en effectievere PE-soorten. Nieuwe ontwateringstechnieken of iets anders. En ik zie dat er één iemand al iets anders heeft ingevuld. Dus gooi even in de chat wat je dan wel wil. Dat vind ik heel interessant. Ja, je moet punten verdelen. Dus het is eventjes goed kijken wat je in wil vullen hier. Nou, het schuift aardig heen en weer. Maar kennis over de samenstelling en de karakterisering van slip, die staat bovenaan. Het onderzoek wat gaat lopen volgend jaar. Dat is gewoon eigenlijk de onderzoeksomschrijving. Ja. En de AI, hè, dat is wel ook iets wat we zeker moeten gaan verkennen, wat dat voor mogelijkheden biedt. Nou ja, ook de voorbeelden die eigenlijk vandaag al getoond zijn, die zijn er ook al een eerste aanzet toe, maar kan wellicht nog meer. En anders, ja, ik denk dat één iemand dat ingevuld heeft. Denk je ook niet? Dat denk ik ook. Dus één. Steeds meer actieve mixers op de markt om PE en slip te mengen. Is een praktijkonderzoek hier naar iets voor STOA? Nou, ik denk dat sowieso de aanmaak van PE, hè, van, dat was destijds net ook even de achtergrond van mijn vraag ook richting Wilbert, van je kan heel goed kijken naar de samenstelling van PE, maar uiteindelijk van hoe je daarmee omgaat, dat bepaalt ook een groot gedeelte van de effectiviteit natuurlijk van het PE. En denk de toepassing van mengers, want het ging met name over PE aanmaak denk ik ook. Hè? Ja, zo staat het wel in de Q&A. Ja. Nou ja, dat zou daar onderdeel van zijn, lijkt mij. Slip is nou eenmaal een apart goedje wat zich slecht laat mengen. Zeker als je het actieve slip hebt, dus voor de gisting. Dan heb je echt hele rare, interessante rheologische verschijnselen. Laat ik het zo brengen. Dus dat, ik kan me voorstellen dat menging daar best belangrijk is. Ja. En er is een anders bijgekomen zelfs. Dus gooi hem in de Q&A en wie weet kan Cora er wat mee.
Nou, ik ben blij dat die samenstelling nog steeds bovenaan staat. AI, nieuwe ontwateringstechnieken wordt over omgeroepen. Dus voor alle leveranciers hier aan tafel, ga ontwikkelen. Want dit is het kennelijk nog niet wat we nu hebben. En nieuwe, effectievere en met name groenere PE-soorten. Dank je wel op dat die wat laag scoort, moet ik zeggen. Dus men ziet niet dat daar nog heel veel eer in te behalen is in vergelijking met de andere opties die er gegeven zijn. Om een goede nerde opmerking te maken, de standaarddeviatie is vrij groot onder deze antwoord. Ja. Dus het komt redelijk overeen. De bandbreedte tussen 17% en 23% van de mensen. ja, kan ik alle sprekers nog heel even aan tafel vragen? En de virtuele. We hebben niet meer zo heel lang, maar wel nog een aantal, misschien nog, nou, de meeste vragen zijn denk ik wel beantwoord, maar wat ik me nu zo afvraag is, hoe nuttig is al dat STOA-onderzoek nu voor waar jullie mee bezig zijn? Ik luister. Ik ook. Nou, zal ik me aftrappen? Want zonder het STOA-onderzoek naar de basisprincipes van de karakterisering waren we niet gekomen tot de praktijktoepassing. Dus dat onderzoek dat was heel ingewikkeld, maar heel nuttig. Nou, dat is een mooie opsteker, Cora. Zeker. Nog andere meningen? Ja, rondom duurzaamheid en de CO2 kan ik zeggen dat natuurlijk alle type onderzoek daar wel een bijdrage. Want hoe efficiënter we zullen zijn in het slip ontwateren en het slip indikken, hoe minder CO2-uitstoot daarbij vrijkomt, is eigenlijk alleen al mooi meegenomen. Dus ik denk dat dat onderzoek aan alle kanten bijdraagt. Hè? Dus hoe preciezer, hoe efficiënter je bent, hoe beter dat uitpakt. Tenzij je natuurlijk op een gegeven moment heel zware motoren gaat inzetten die in zichzelf weer heel veel uitstoten. Maar zodra je daar niet op die koers zit, maar op een andere koers, dan moet het echt bijdragen. En als we nou eens gaan kijken, want Cora, je hebt nu de rapporten gepresenteerd van de onderzoeken die door de PCAW heen gekomen zijn. Zijn er nu ook heel veel aanvragen waarvan jullie zeggen, nou, dat vind ik nou niet zo interessant op dit gebied? Wel met betrekking tot slip, bedoel je? Ja, en slipontwatering. Ja, ik kan me daar niet zo direct heel veel voorbeelden bij bedenken. Hè? Want ik moet zeggen, rondom slipontwatering, we willen allemaal optimalisering van het slipbedrijf. Maar vaak is het best wel moeilijk om goede onderzoeken te bedenken. En om dan ook uitvoerbare onderzoeken. Dus dat is vaak wel uitdagend. En ik moet wel zeggen dat heden ten dagen de onderzoeksportefeuille van afvalwatersystemen wordt nu wel gekidnapt door allerlei medicijnresten en circulaire economie. Hè. Dit is eventjes wat minder sexy. Ik ben heel erg blij met de opkomst van dit webinar. Hè, dat we toch zoveel mensen weten te bereiken. Dus er is wel behoefte aan. En ja, wij blijven altijd openstaan voor nieuwe onderzoeken en voor goede onderzoeksvragen. Ik ben blij nu met dat onderzoek waarin we gaan kijken naar slipkwaliteit in combinatie met die PE's. Hè? Want ik denk, ja, het is juist die combinatie. Zodat we daar wat meer gevoel bij krijgen ook van, nou, die PE's zijn die nou stabiel in kwaliteit? Dat slip, want dat is altijd van, oh, dat slip is anders of het verandert. Dus, mijn hoop is daar wel op gevestigd dat we daarmee nu grote slagen mee gaan maken. Ja, en als je dat nu zegt, hè, van het wordt de onderzoeken worden gekaapt door de micro's en allerlei Maar ik denk dat het vooral moet gaan begrijpen, hè, van wat nu van belang is bij de ontwatering. Kijk, in 2050 dan proberen we volledig circulair te zijn. En wellicht dan hebben we waarschijnlijk hele andersoortige zuiveringen. We zijn daar nu al mee bezig, ook met de energie- en grondstoffenfabriek, om te kijken van welke waardevolle grondstoffen uit afvalwater of gebruikt water kunnen halen. Ja, hoe het slip er dadelijk uit gaat zien,
En, dat zal divers zijn, hè, op een kleine schaal, grote schaal. Dus als we begrijpen hoe het proces van slipontwatering werkt, nou ja, dan hebben we wellicht ook meer aanknopingspunten om het te kunnen optimaliseren. Want er zal altijd wel iets van slip overblijven, denk ik. Ja, helaas voor eerst. Heel goed, Cora. Maar ontwateren en scheiden van slip en water, dat blijft sowieso een actueel onderwerp. Ook zeker als je naar grondstoffenfabrieken gaat kijken. Dan zal je altijd water en andere materie willen scheiden. Waar zijn de grootste verbeteringen nog te halen? Oh. Naar een idee. Om droger. Nou, mag ik daar wat over zeggen? Mag ik wat zeggen? Wat me wel verbaast is dat slip is denk ik wel de grootste kostenpost van een waterschap voor waterzuiveren. En dat daar er wordt wel iets innovaties gedaan, maar eigenlijk best wel weinig. Want die vragen die we dan hebben van hoe kan je het beste slip mengen? Hoe kan je het beste, welke PE-soort hebben we dan nodig? Ontwateringsapparaat wat we nodig hebben, de eindverwerking van de slip, gaan we dat allemaal doen? Er zijn best wel vragen die, daar mag best wel wat onderzoek naar gedaan worden. Ik mis toch best wel wat zeg maar effort daarin. Kijk maar naar de schroefpersen van Amstelveen en van Tollebeek. Nou, je ziet al, daar zit alweer 4 gram actief per kilogram droge stof verschil in. Nou, waarom? Nou ja, dat zijn allemaal vragen. Om dan te beantwoorden. Maar er wordt eigenlijk op dit moment wordt daar eigenlijk op de werkvloer weinig onderzoek naar gedaan. Ik zou van de STOA zou dat wel fijn zijn als zeg maar de STOA op dat niveau ook wat meer onderzoek doet. Dus naar type mengers, het ontwateren van bepaalde slipsoorten om dat te verbeteren. Dat missen we wel. Praktische bedrijfservaring om die goed uit te wisselen. Precies, dat is een goed, dat is het, ja. Praktische deel. Kijk, het is natuurlijk heel belangrijk om te kijken naar CO2-uitstoot. Om dat allemaal daar neer te zetten. En medicijnresten, allemaal hele leuke sexy dingen. Maar het gaat puur over de werkvloer. Dat was denk ik vroeger wat meer dan tegenwoordig qua stoa-onderzoek. Ja. Neem me mee, Cora. Erik, wat... Ja, daar wil ik eigenlijk wel even op aansluiten. Dat ben ik helemaal met je eens, Chris. Want als ik dan kijk waar die mama in Utrecht en Nieuwegein ook mee bezig zijn, hoe die hun tijd verdelen. Ik denk dat ze 80% van de tijd met de sliplijn bezig zijn. Nog steeds. Dus ja. wij zoeken het dan onder andere in de procesautomatisering. En of je dan ChemConnect of een Mine voor neemt. Daarvan nemen we alweer werk uit handen van zuiveringstechnici. Maar als dat werk er ook nog bij zou komen, dan ligt de verhouding helemaal scheef. Ik weet niet hoe het bij andere grotere zuiveringen is met een slipontwateringsinstallatie en een slipvergisting. Maar er wordt erg veel tijd bezig met de bedrijfsvoering. Ik vond het wel mooi die vraag die gegeven met die polvraag die gesteld wordt. En dan zie je die bolletjes hier naar automatisering vliegen. Want dat is dat, de automatisering, hè? Dat zou het dan moeten zijn. Maar dat is natuurlijk een deel van de oplossing. Want als ik dan zie wat er op de werkvloer gebeurt, leidingen vol zitten met struviet, pompen die versleten zijn, bij dimensioneren van nieuwe installaties, allemaal net te klein, past allemaal net niet, moeilijk bijkomen. Dus dat moet allemaal later worden opgelost in de praktijk. En dan denk ik van het is, voor mijn gevoel is het vooral de ervaring, dus dat mensen ermee werken. En die ervaring, en dat men ook tijd daarvoor heeft, dat vind ik wel belangrijk. En dat je daarnaast kan meten en in het weekend kan zien wat zo'n apparaat gedaan heeft, vind ik prima. Maar het is vooral de aandacht die men eraan mag en kan geven. Dat vind ik wel belangrijk. Nou, mooi. En Menke, allerlaatste, heel kort, want we moeten naar de Ik vond het een mooie oproep voor meer oog voor het vakmanschap.
En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je met vakmanschap juist ook dichter bij de doelen komt dan alleen maar het stoppen in modellen en in allerlei technische innovaties die daar goed bij kunnen helpen natuurlijk. Maar het vakmanschap is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik hoop eigenlijk dat we die vakmannen ook kunnen behouden voor de sector. Dus ik zie daar nog een belangrijk risico in. Maar zeker belangrijk om dus dat vakmanschap aan alle kanten aan elkaar over te dragen binnen het netwerk. Nou, vakvrouwen, verenigt u, want dan kunnen we meer vakmannen krijgen. Leon, is er nog een laatste uitsmijter uit de chat? Nee, er zijn niet echt nieuwe vragen bijgekomen. Mooi zo, dan hoop ik dat alle mensen thuis tevreden zijn met de antwoorden die schriftelijk gegeven zijn. En wil ik afronden door het woord te geven aan Cora. Nou, dankjewel Merle en alle sprekers. Ik vond het een leuk webinar en er was veel animo voor. Volgens mij op onze top staat op 130 mensen. Nou, inmiddels is het ietsjes tegen 5. We zijn teruggezakt naar de 92, zie ik staan, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we goede onderwerpen geadresseerd hebben. Juist die praktische praktijkervaring, en dat was ook het doel, hè, onderzoek, maar juist ook de praktijk hier samenbrengen. Ik hoop dat we daarmee in ieder geval een eerste aanzet toe gegeven hebben. En we gaan zeker ook samen kijken met Chris en met ook de werkgroep Polyminder van de VVZB, in hoeverre we als STOA zijnde daar ook verder aan bij kunnen dragen. Ik ben heel blij met deze middag. Als mensen nu dadelijk uitloggen, krijgen ze nog een evaluatievraag. Je hoeft niks bijzonders te doen, gewoon uitloggen en dan komt het allemaal goed. Dan krijg je nog een uitsmijtervraag waar wij ons voordeel mee kunnen doen voor de volgende bijeenkomsten. Want we hebben nog twee webinars te gaan en ik hoop dat jullie allemaal weer van de partij zijn. Merle, jij hartstikke bedankt voor je voorzitterschap. Altijd weer hartstikke leuk om samen met jou dit soort dingen te doen. Maar ik wil zeker ook vermelden Leon Korving. Want die heeft ontzettend veel werk gedaan voor de Q&A, maar ook om het programma samen te stellen. Stefan Vlos, die heeft de filmpjes gemaakt, niet onbelangrijk. Jessica van der Doel was voor de communicatie. En Michelle Brindels van Waterprof, die was van de techniek, van de Zoom-techniek. En natuurlijk alle sprekers die een bijdrage hebben geleverd. Ik wens eigenlijk iedereen een hele fijne avond. Geniet nog even van de sneeuw buiten. En ik hoop eigenlijk jullie iedereen weer te zien op 9 maart. Dus, tot ziens allemaal. Tot ziens. Dankjewel, Cora.